Vakantiegeld. We hebben het steeds vaker nodig om rond te komen. Zo blijkt uit onderzoek. Als je alles op tijd betaalt, dan zo hou je niks over. Van je salaris. In de eenheid van de Heilige Geest. Hier en nu en tot een eeuwigheid. Na honderden jaren van trouwendienst is in de Walburgersbasiliek in Arnhem de allerlaatste eucharistieviering gehouden. En de Solex, een racemonster is het niet, maar geliefd is hij zeker. Honderden Solex-rijders uit heel Europa kwamen bij elkaar in Oosterbeek. Goedenavond, het nieuws van zondag 19 mei. Prachtig weer deze eerste Pinksterdag en dus gingen veel mensen erop uit. Vandaag dus wel, maar doen ze dat ook deze zomer? Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat we ons vakantiegeld steeds minder vaak besteden aan de vakantie zelf. De Europakade bij Tolkamer vandaag. De vele dagjes mensen en vakantievierders genieten van het weer. Je krijgt spontaan zin in zomervakantie. Het is lekker met Pinksteren. Lekker genieten. Gaan we ook genieten deze zomer? Want nu het vakantiegeld deze periode gestort wordt, lijkt de kampeertrip helemaal dichtbij. Beetje zwemmen, boekje lezen voor de tent of wordt het toch die vliegvakantie naar een plek waar de zon gegarandeerd schijnt? Of is er gewoon geen geld voor vakantie? Als je alles op tijd betaalt, dan zo hou je niks over. Van één salaris. Dus geen vakantie? Nee, geen vakantie. En daarin is zij bepaald niet alleen. Uit een enquête van Omroep Gelderland en 1 Vandaag blijkt dat maar 15% van de Gelderlanders al het vakantiegeld besteedt aan de vakantie. En bijna de helft van de mensen gebruikt het jaarlijks extraatje helemaal niet voor de vakantie. Als het aan mij ligt wel. Dat is even, dus daar moeten we nog even samen over praten. En steeds meer mensen twijfelen of een vakantie er wel vanaf kan. Bijna 40% van de Gelderlanders heeft het vakantiegeld hard nodig om rond te komen. Maar moet je al de achterstallige van betalen? U heeft het vakantiegeld echt nodig om de rekeningen te betalen? Ja. Ja, denk je van de crisis. Hè? Dan kom je daar weer op. Dus, Je gaat mee naar bed en je staat weer mee op. Je werkt en je slaapt en dat is het. Maar als het even kan, is het toch wel verleidelijk om het vakantiegeld gewoon te gebruiken waarvoor het bedoeld is. En het heet ook niet voor niks vakantiegeld, hè? Ja, dat vind ik ook, dat vind ik ook. Hint, hint. Moet van de baas. Ja. Zojuist is bekend geworden dat er 2 lichamen gevonden zijn bij Koten, bij wijk bij Duurstede. Zo'n 2 kilometer over de Gelderse provinciegrens. De politie heeft nog niet bevestigd of het gaat om de lichamen van de 2 vermiste broertjes Ruben en Julian. De vondst kwam nadat de hele dag is gezocht naar de vermiste broertjes. De politie zet een F-16 en een helikopter in bij de zoektocht. Ook in Gelderland werd er gezocht bij het eiland van Maurik. De lichamen zijn gevonden door een voorbijganger die iets in het water zag drijven. Koten ligt 4 kilometer onder Doorn, de plek waar het stoffelijk overschot van de vader van Ruben en Julian is aangetroffen. Een trieste dag voor veel kerkgangers. Honderden jaren lang werd er in de Arnhemse Walburgersbasiliek wekelijks eucharistieviering gehouden. Maar na vandaag is dat voorbij. De Walburgers wordt uit de eredienst onttrokken en moet in de toekomst dienst gaan doen als centrum voor bezinning. Een trieste dag, ja. Ik vind het heel triest. Erg, eigenlijk. Heel erg. Nou, het is wel jammer, want het is een van de weinige mooie kerken die we hier hebben. Voor de laatste keer is er in deze oudste kerk van Arnhem een eucharistieviering. Het is dan wel een feestdag, deze eerste Pinksterdag, maar toch voelt dat niet zo. Echt feest zullen we vandaag niet vieren. Want afscheid nemen van iets of iemand is over het algemeen geen feestelijke gebeurtenis. Na vandaag worden er geen eucharistievieringen, maar ook geen huwelijken of uitvaarten meer gehouden. Ook de eretitel basiliek zal niet meer gebruikt worden. Ik hoop dat de geest krachtig genoeg zal waaien om de droefheid die deze dag toch voor velen met zich meebrengt te overschaduwen. In de viering wordt op meerdere momenten stilgestaan bij het feit dat het de laatste keer is. Zo wordt er afscheid genomen van het koor en worden verschillende belangrijke symbolen verwijderd. Een bijzonder en voor sommigen ook wel emotioneel moment. Een verlies. Het voelt toch een beetje als rouw. Maar er is nog hoop. Want het is niet de eerste keer dat de Walburgersbasiliek uit de eredienst wordt onttrokken. Dat is in de afgelopen eeuwen vaker gebeurd.
Dus wie weet wordt het ooit nog weer teruggedraaid. Als de tijden weer veranderen en we echt ruimte nodig hebben voor de viering van de Eucharistie, dan gaan we hem weer laten consecreren. De Solex mag met pensioen. 65 jaar geleden verscheen de motorfiets in het Nederlandse straatbeeld. Om dat te vieren zijn dit weekend er ruim 500 Solex-liefhebbers uit heel Europa naar Oosterbeek gekomen. Vandaag maakten ze een toertocht van 65 kilometer. En dat duurde de hele dag, want een Solex rijdt niet veel harder dan 25 kilometer per uur. Ik had een toys in mijn pak verdwijnen eigenlijk in de straat. En ik rijd naar de club toe. Dan zie je iedereen kijken, wat is dat voor een gek eigenlijk. En als we met z'n allen zijn met de club, dan staan mensen te applaudisseren eigenlijk. Dus ja, het is gewoon het samenrijden. We hebben heel veel plezier met elkaar. En ook die oude dingen, dat is toch wel heel leuk. Mijn Solex is nog die originale. Die heb ik gekocht, toen ik 17 jaar oud was. En fahre die sindsdien eigenlijk immer wieder. En dat heeft ook wat met levensgevoel te doen. Die Solex. En dat is een beetje Französisch. En het maakt einfach Spaß. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Het is een soort nostalgie. Dus van oudsher. Mijn ouders hadden er ook Solex. Dus als ik een Solex zie en dan vroeger denk, dan zie ik daar de wijkzuster bij. En ik kom ook van het platteland en dat was de wijkzus was altijd een monument in zo'n dorp natuurlijk. Iedereen kende er en die kwam de Solex in de lange leren jas. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Midden in de natuur onder de sterren naar een film kijken. Hoe? Dat ziet u zo. Bij het Dominicanenklooster in Huissen is een paneel onthuld dat herinnert aan de rol van het klooster in de Tweede Wereldoorlog. Huissen lag tijdens de operatie Market Garden in september 1944 in de frontlinie. Geallieerde vliegtuigen vielen er begin oktober 1944 de Duitse troepen aan. Na de bombardementen wist het klooster een opvangplaats voor vluchtelingen te realiseren. Ook begon hier voor velen een 8 maanden durende evacuatie. Een man uit het Gelderse Hengelo is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Toldijk. Het 34-jarige slachtoffer reed door nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een boom. Hij raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn wagen worden bevrijd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een man van 26 is vannacht opgepakt nadat hij probeerde om in een Arnhems café met valse biljetten van 50 euro te betalen. De barman had direct in de gaten dat het om vals geld ging en waarschuwde de politie. Agenten hebben de verdachte meegenomen naar het politiebureau waar hij in de cel moest. De Stichting Faunabescherming wil dat de provincie onmiddellijk stopt met het afschieten van edelherten. Omdat er volgens de provincie te veel edelherten rond Uddel en Elspeet rondlopen, is besloten dat er nu al op ze wordt gejaagd. Normaal gesproken gebeurt dat pas vanaf 1 augustus. Als de provincie de jacht niet stillegt, stapt de faunabescherming naar de rechter. Filmliefhebbers konden gisteravond in Oosterbeek een film kijken in de buitenlucht, Onder de Sterren. Met een mobiele bioscoop die op zonne-energie werkt, werden films vertoond. Ongeveer 120 mensen kwamen kijken in de tuin De Lage Oorsprong. Onder een dekentje wel te verstaan, want met een graad of 5 was het behoorlijk fris. In dit busje past een hele bioscoop. En terwijl er nog wordt opgebouwd, komen de eerste bioscoopgangers aan. Ze zijn er vroeg bij, maar wel goed voorbereid. Ja, we zijn vorig jaar hier ook geweest. En toen was het echt stervenskoud. En toen waren de mensen, ze hadden wel slaapzakjes hier liggen. Maar ik zie ze daar ook al liggen. Maar toen waren de mensen die kwamen wat later aan, er waren slaapzakjes op. Ze dachten, dan nemen we ons spulletje zelf maar mee. Maureen Prins kan met haar mobiele cinema op zonne-energie overal films projecteren. Ze rijdt inmiddels heel Europa door, want het idee is een hit. Sinds vorig jaar heb ik ook dependances in Latijns-Amerika. Dus het is heel bijzonder dat het concept slaat heel erg goed aan. En de combinatie tussen duurzaamheid en cultuur is denk ik heel leuk. En als in Oosterbeek de zon onder is gegaan en de temperatuur steeds verder daalt, worden de eerste korte films vertoond.
Terwijl Anouk in Malmö een daverend applaus krijgt, genieten de bioscoopbezoekers in de pauze van Glühwein. Hun warme woonkamer en het Songfestival worden hier niet gemist. Dat denk ik niet. Ik heb van de week ook niet gekeken. Maar ik wens Anouk veel succes. Ik vind het veel gezelliger om met mijn vrouw en vrienden de avond zo in te vullen. En net wat ze zegt, het is een veel leuker concept. Het mag vaker herhaald worden. En na een warm drankje begint het tweede deel van de voorstelling met hartverwarmende films. Maar voor de meesten toch ook een dekentje. Ja, en wie ook een buitenvertoning wil bijwonen. De Solar Cinema staat deze maand nog in Doesburg, Zevenaar en Duiven. Het was vandaag de op of de ronde voor voetbalclub De Graafschap. In Kerkrade speelden de Achterhoekers de beslissende playoffwedstrijd tegen Roda JC. Aan de telefoon is Richard van der Made, die de wedstrijd in het Zuid-Limburgse Kerkrade voor ons volgt. Richard, is het De Graafschap gelukt of zit het seizoen erop? Het seizoen voor De Graafschap is helemaal voorbij. Roda JC heeft de Achterhoekse club vanmiddag compleet overklast in Zuid-Limburg in deze tweede wedstrijd van de halve finales. Einduitslag 6-1. Alle zwakheden zijn volledig blootgelegd door Roda JC. De Graafschap speelde een dramatische wedstrijd. Hoewel het nog wel goed begon met een snelle goal van de jonge Belg Jordan Calvete. Maar daarna ging het hard met onder meer 3 goals van Sanharib Malki. En na de 1-1 van donderdag in Doetinchem is de Graafschap dus uitgeschakeld. En speelt het ook volgend seizoen weer in de eerste divisie. Gevolg, er wacht de Graafschap opnieuw keiharde bezuinigingen. En ook de begroting gaat met 1,5 miljoen euro. Terug naar 5 miljoen euro. Richard, dankjewel. Leerlingen van het ROC Rijn-IJssel raken gewond na een val, commotie naar de vondst van een dode hond en een 8-jarige treinmachinist. Kijkt u naar ons weekoverzicht. Zeven leerlingen van het ROC Rijn-IJssel raken gewond na een val van een metershoog dak tijdens een oefening op een militair terrein bij Arnhem. 3 leerlingen raken daarbij ernstig gewond. De eindexamens zijn weer begonnen. De komende 2 weken spant het erom voor middelbare scholieren die de eindstreep willen halen. En dat betekent dus stress bij de leerlingen. Ja, behoorlijk. Ja, ik heb wel stress. De oud-directeur van kinderdorp Neerbos bekent dat hij 33 jaar geleden een van zijn minderjarige pupillen seksueel heeft misbruikt. Het misdrijf is inmiddels verjaard. Na de vondst van een dode hond in Nijmegen lopen de emoties hoog op. Een klopjacht op internet en verontwaardigde mensen voor het huis van de vermeende dader. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt. De 3 docenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen stappen naar de rechter omdat ze hun baan terug willen. Volgens de advocaat van de hogeschool blijkt uit e-mailverkeer dat de docenten te ver zijn gegaan richting vrouwelijke studenten. Voor de 8-jarige Dinan uit Harderwijk kwam een droom uit. Hij mocht een trein besturen. Een actie van de organisatie Make a Wish. Zij vervult wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Die pit, die past precies. Ben je er trots op? Ja. Ja, en dan nog het weer. Dat komt vandaag van Casper Hootsen in Wageningen. Deze mensen achter mij fietsten vandaag in de richting van de wolken, want de zon vanuit het zuiden in de rug. De wolken waren het hardnekkigst in het noorden van Gelderland. De meeste zon in het zuiden van de provincie had te maken met deze pluk met bewolking hier naar het noorden toe, die daar het belangrijkste was. Deze pluk vanuit het zuiden wordt ook weer belangrijker. We zien hem hier ook als we inzoomen op de satellietbeelden in beeld verschijnen. Hier de andere wolkenpartijen wat meer naar het noorden toe, die nadrukkelijker in het noorden van de provincie aanwezig waren. Nou goed, vanavond verspreid nog wel een paar opklaringen. Vannacht dan gaat er op sommige plaatsen een beetje regen vallen. En morgen overdag zet dat dan door met veel wolken. Van tijd tot tijd regen. Het minst vaak nog in het noorden van de provincie. Maar ook daar kan af en toe wel wat gespatter naar beneden komen. Het is een grijzige dag. Dan in heel de provincie waar het vandaag, zeker in het zuiden van Gelderland, heel mooi weer was. Is dat morgen toch ook daar een ander verhaal. En overal dus van tijd tot tijd ook nattigheid. Goed, tussendoor op veel plaatsen ook wel droge perioden. En de temperaturen bij weinig wind, ja, op zich nog ineens heel erg laag. Zeker niet als je het vergelijkt met wat nog gaat komen. Want de langere termijn is toch echt wel aan de, ja, zeg maar gerust koude kant. Want na tweede Pinksterdag blijft het wisselvallig. We zien ook wel droge perioden trouwens. Soms ook even de zon ertussendoor. Woensdag misschien even een paar schimpjes. En donderdag, na een aantal buien, misschien ook weer even de zon.
Maar ja, af en toe regent het. En kijk eens naar de temperatuur. Uiteindelijk donderdag, vrijdag rond de 10 graden. Een graadje of 10 zo ongeveer onder normaal voor de tijd van het jaar. Kortom, het is koud en daarbij ook wisselvallig. Het nieuws van deze uitzending kort samengevat. Veel mensen besteden hun vakantiegeld aan andere zaken dan de vakantie zelf. Zo blijkt uit onderzoek. En het zal wennen zijn voor veel kerkgangers van de Walburgisbasiliek in Arnhem, nu er geen eucharistievieringen meer gehouden worden. Dit was het. Nog een goed weekend verder.